Cette chute est arrivée assez rapidement finalement. Je me suis fait surprendre par un virage et puis j'ai fini dans le ravin. Ouais, heureux, déçu évidemment d'avoir dû quitter le tour de cette façon, mais heureux quand même que ce ne soit pas trop grave. Mon rêve, ce serait d'être au départ de Paris-Tours, parce que ça fait 10 ans cette année que je l'ai gagné pour la première fois. Donc c'était la première grande course que je gagnais dans ma vie. Yes! Yes! Super! Back on the bike, I'm really happy. The knee is better. I'm in good company with my ex-teammate. Ciao! Brambilla, my teammate, Eros Capecchi. Uran is somewhere behind. I'm happy to announce you that I will be racing sooner than expected, and it will be next Sunday in Isberg, following by Bench Tournée Bench on the Tuesday. So really happy. See you there. Ik heb maar 2 weken echt training in de benen, dus ik voel me niet slecht op training, maar in koers is altijd anders. Dus ik weet niet, als ik heb de afstand bijvoorbeeld. Ik weet dat de eerste 2 uur dat gaat zonder probleem zijn, maar de finale weet ik nog niet. Dus ik moet niet te zot doen, volgen en dan in de finale zien hoe het gaat. So we try to stay all in the front in the narrow roads if there are echelons or whatever with the wind. Voor mij was het belangrijk dat ik kon nog koersen dit jaar. Voor mijn niveau proberen hoger te krijgen voor de winter. En dan dat gaat mee helpen voor volgend jaar. Dus dat was belangrijk. Dat was niet simpel, maar ja, ik ben blij dat ik heb dat allemaal gedaan en dat heeft gelukt. Ja. Maar de koers is, dat is geen simpele koers, dat is maar 1.1 in categorie. Maar het niveau is wel redelijk hoog. Veel mooie ploegen, nog veel renners gemotiveerd. En slecht weer natuurlijk, redelijk koud en veel regen en wind ook. Dus ik verwacht wel een zware koers, maar ik ben gemotiveerd, dus dat gaat wel lukken. Ja. Il me reste pas mal de temps, mais voilà, je vais dire, ça va être compliqué. La forme commence à vraiment partir et il va falloir que je travaille beaucoup pour revenir. J'ai beaucoup de soutien, donc que ce soit pour les réseaux sociaux, l'équipe, ma famille, tout le monde me soutient, donc ça fait plaisir et ça donne du moral. 12 secondes, Phil, 12 secondes sur les contre-attaquants. C'est bien, t'es parti Florian, t'es parti, allez, fonce. Maintenant tu restes dans la roue, Phil, tu restes dans sa roue. T'es un vrai champion, moi, t'es un vrai champion. Ha! Zijn eerste Q1 is echt wel wat. Ik zei het nog tegen anderen. Félicitations, les gars. Super, super. Félicitations. Ik zei het nog daarnet tegen Jan ook. Ik zei, had er een patat van opgegeven. Wat? Ja, dat is
Bon, on fait une petite photo avec deux minutes et demie. Ian Andri! Ian Andri! Ian Andri! Wie bent u? Kiber? Dat is de eerste overwinning van het jaar en ook de eerste koers na mijn valpartij en na de fractuur van de knieschijf. En dat is een overwinning met heel veel waarde in mijn ogen. Dus ik heb die hele dikke verdienen, denk ik. En dat is een heel speciaal moment. Champion du monde, vainqueur du Tour des Flandres, 4 fois vainqueur de l'Amstel, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, champion de Belgique et champion du monde, Philippe et Philippe. Ja, mijn ouders waren hier, dus ja, dat is ook emotioneel. Ik was super blij dat ze waren daar, want ja, ze zijn altijd daar geweest. Dat is ook normaal als ouders. Weer te veel bloemen.